Bedde en Oudrejaars klonen. Deze twee rijen staan op 16 centimeter voor pootgoed. En dan later krijg ik hier nog consumptie op 30 centimeter. De grond is onderhand behoorlijk stug geworden, omdat het zo droog is. Het rooit allemaal niet zo makkelijk. Het tal is hoog. Vaak normale aardappelen. En dan hangt er nog heel veel van die hele fijne rommel om bij aan. Die heb ik niet nodig, maar ik wil wel zien dat ze eraan hangen. En ze moeten ook van het land af. Anders geeft het volgend jaar weer opslag in het volgende gewas. Ik heb hier 12 planten voor pootgoed. Je ziet wel, allemaal van die fijne rommel erbij aan. Het makkelijkste is plant voor plant wegwerken. Hand erachter, uitschudden. Knollen oprapen en dan even een beetje nagraven. En dan blijft er niet veel meer liggen. En zo heb ik ruim 100 veldjes, dus dat valt allemaal wel mee. Uiteindelijk best een redelijke bak aardappels. Het ziet er allemaal rommelig uit met al die kleintjes erin. Maar kijk, het loof is nog mooi groen. En die staan natuurlijk veel ruimer. Dus ik ben wel benieuwd wat dat straks met de consumptierooi wordt. We zullen het zien. Dit is een beetje meer een normaal beeld. Er hangen ook nog wel wat kleintjes aan, maar lang niet zo als bij die vorige. Ik heb ze op volgorde staan van jongs af aan, dus dit zijn derdejaars. En dan later komen de ouderejaars. Sommige zijn voor met Vitofta-resistentie, andere met Pallida-resistentie, voor de friet, voor consumptie. Alles staat een beetje door elkaar. Mooie kleurtjes en minder mooie kleurtjes. Bleekrood. Een heel donkerrood. Hier staat de alouette als standaard. Fijn en grof.
Dit is voor de friet met pallida resistentie. Het is natuurlijk pootgoed en een pootgoedafstand. Die zijn ruimer. En er staat nog zoveel loof op. Die moet ze wel dik kunnen krijgen. De innovator als referentie. En de agia natuurlijk. Ik heb hier plantjes staan uit het zaad, uit het hybride zaad Soli 012 F1. Half april. Binnengezaaid, later verspeend en half mei hier buiten op de rug gezet. Allemaal erg bewerkelijk. En deze heb ik op 16 centimeter staan. Dichter als het advies. En dan komt later de consumptie hier nog naast. Die staan op die 30 centimeter. Oftewel 25 gram zaad per hectare. En dan zullen we eens kijken wat voor opbrengst dat gaat geven. Dus dit is het resultaat van 12 planten. Dat zaad is te koop onder de naam Soltastic. Klinkt een beetje naar Solinta en Fantastic. Ik heb ongeveer 5 euro betaald voor de zaden die nodig waren om deze opbrengst te krijgen. Daar ging het me ook niet om, maar ik wilde eigenlijk wel zelf weten hoe fantastisch die verhalen nou eigenlijk zijn en wat er nou echt van waar is. Nou, ik ben wel overtuigd van mijn gedachten die ik daarover had. Ter vergelijking, dezelfde oppervlakte van de Aztec Gold. Dus ook een diploïde. Met heel erg donkergeel vlees. De Agia die ligt ernaast. En hier de Agia zelf. Dus wat Nederland betreft, geloof ik nog niet dat we direct aan het aardappelzaad gaan. Prachtig mooi spul. Maar met dit tal, of die ze ooit groot krijgt, dat weet ik niet. Vijf. 15, 20. Plus de rest. Prachtig bakje aardappels. En het loof kan ook nog wel eventjes. Dus ik ben benieuwd wat er straks gebeurt op een ruimere plantafstand en nog een maand groei. Er is meer mogelijk als alleen geel en witvlezig. Hier heb ik een paarse. Een paars, dat komt door anthocyaan, een erg gezonde stof. Een antioxidant.
Maar dat valt niet mee om de mensen aan de paarse aardappels te krijgen. Je kan er natuurlijk ook chips of friet van maken. En het valt niet mee om ze goed paars te krijgen, want sommige jaren, ligt aan de groeiomstandigheden, er zitten er weer bleke vlekken in. Zoals deze. En zo is er altijd wel weer wat. Nu heb ik door de jaren heen alles wat gele vlekken in zat, iedere keer weggegooid. En dan gaat dit al een jaar of 4-5 mee, nooit geel gezien. En nu zit er plek in. Deze is lichtpaars, die is wel egaal. Deze rode zit nu ook gele vlekken in. Deze is ook geschikt voor de friet en voor de chips. Ik heb wel mooi spul van maken, denk ik. Nou, die lijkt paars, maar die is gewoon geel van binnen. En deze is ook lichtpaars. Aztec Gold heb ik hier liggen, vanwege dat zeer donkergele vlees. Dan probeer ik dat er zelf ook in te krijgen. Nou is de Aztec Gold een diploïde en ik wil het graag op tetraploïd niveau hebben. Nu heb ik er hier een aantal liggen. Gemiddeld hebben ze veeltal. Maar er is er geen één zo geel bij als de Aztec Gold zelf. Nou is het een beetje betrekkelijk, want eigenlijk moet je die dingen koken, want je ziet de echte kleur pas na het koken. Maar dit valt allemaal nog niet mee. Die dingen hebben gemiddeld vanuit zichzelf al veel tal en dan in zo'n jaar, dan is het helemaal verschrikkelijk. Ik heb ondertussen mijn aardappels in de bewaring gezet. Ze staan hier mooi donker en koel. En ik was ook wel een beetje benieuwd wat voor opbrengst dat ik nu heb met die oudere jaars. Dan heb ik hier de Agia liggen. Die komt ongeveer op 36 ton per hectare. Hier een van mijn betere klonen. Die komt op ongeveer 42 ton per hectare. En dan heb ik hier de knol uit het zaad staan. De Solly 012 F1. En die komt op 10,5 ton per hectare. En dan heb ik anderhalf keer de hoeveelheid zaad gebruikt als dat ze adviseren. Maar dit is natuurlijk pootgoed. Dus straks nog even afwachten wat de consumptie gaat doen. Bedankt voor het kijken.